moment is daar de grote liveshow finale van Idols 2017. Tijdens deze zenuwslopende show strijden de kandidaten op dit podium voor die felbegeerde titel. En ja, ik vraag me dus af hoe ze zich daarop voorbereiden. Nou, de songteksten klinken al luidkeels uit de kleedkamers. En hier straks op het podium wordt de choreografie geoefend. En in de stoel van Marie-Sophie, daar zitten de kandidaten straks om de look van de finale te bespreken. Hey meisjes. Hey. Hoe is het? Hey. Goed, met jou? Goed? Of ben je heel zenuwachtig? Nee, het gaat wel. Komt straks wel, die zenuwen. Want dit wordt echt de grote finale, hè? En welk nummer ga je doen? Jungle van Broederliefde en Ken Je Mij van Treintje Oosterhuis. Oh, wauw. Die kennen we wel, toch? Van een paar weken geleden. Ja. Hey, en daar hoort natuurlijk ook weer echt een hele mooie look bij, hè, bij de finale. Nu moet je er echt vanaf schitteren gewoon. Nou, Julia heeft natuurlijk prachtige ogen en die wil ik nog meer laten spreken. En daarvoor ga ik verschillende techniekjes gebruiken om die ogen optimaal te liften. Maar eerst beginnen we met de basis. En dat doe ik met de Facefinity All Day Flawless. En dit is een superhandige foundation, want die heeft een primer, concealer en foundation in één. Deze geeft een goede dekking en een hele mooie zachte finish. Nou, de basis zit erop. Nu gaan we door met de ogen. En daarvoor ga ik de Masterpiece Nude Palette gebruiken. En deze heeft hele mooie verschillende tinten. Opvallende en neutrale kleuren, maar ook shimmers en schaduwkleuren. Wat ik ga doen, ik gebruik de shimmer en die breng ik aan met mijn vingertop. Want dan wordt de kleur nog intenser. Nu gaan we over naar de schaduwkleuren en ik bouw het rustig op. Dus ik begin met de lichtste schaduwkleur. Die zet ik in de arcadeboog, want daar wil je die diepte creëren. Zodat het glimmerkleurtje van die oogbol nog meer naar voren komt. Kijk, de donkerste kleur zet je vooral in die buitenste ooghoek. En dan vaag je hem uit door de arcadeboog. Wat is de volgende stap? Nou, de volgende stap is de eyeliner. En dat is natuurlijk Julia's signature look. Ze heeft altijd een eyeliner op. En dat doen we met de Masterpiece High Precision Liquid Eyeliner. En deze is vrij bijzonder, want die heeft een hele mooie peddelvormige punt met een platte kant en een brede kant. Oh ja. En dat is te gek, want zo kun je dus eigenlijk allerlei vormen tekenen. En dat hebben we nodig, want we gaan die ogen liften op het eind. Dus dan kun je een hele mooie catflick tekenen, dat die mooi omhoog gaat. Hoe ga je dat nou doen? Nou, je gaat het punt bepalen waar je naartoe wil. Dan kun je eyeliner eventjes zo langs de neusvleugel en de ooghoek te houden. Die hoogte moet die hebben. En als je dat nou lastig vindt, zet dan even een puntje bij het eindpunt. Dan kun je makkelijker naartoe trekken. Nou, we gaan verder met de mascara. En hiervoor gebruik ik de False Lash Epic Mascara. Maar zij heeft al hele lange wimpers, zie ik. Ja, ze heeft inderdaad gekke lange wimpers. Alleen wat je daardoor ook kan krijgen, is dat je zo'n zwoele, lage wimpers krijgt. En die willen we natuurlijk omhoog hebben. Ja. En dat kan heel goed met deze mascara. Die heeft namelijk drie zones. De platte zone is om volume op te bouwen. De bolle kamkant om de haartjes weer te separeren en mooie model te kammen. En bovenop zit de Zoom Action Tip. En daarmee kun je heel goed in de hoeken van je wimpers komen. Dus ook alle kleine wimpertjes die tussendoor zitten, kun je heel goed bereiken. Nu gaan we de blush opzetten, de Creme Puff Blush. En die maakt het gezicht weer levendig en geeft wat kleur. En dan zijn we bij de laatste stap, hè, geloof ik. De laatste stap, dat is de lipstick. Ik gebruik de Lipfinity Lip Color. En dit is een hele handige lipstick, want die blijft al tot 24 uur zitten. Dus is waterproof. Ook voor zo'n lange avond? Juist voor zo'n lange avond. Zo'n actieve avond. Ideaal, ja, ja. Stap 1 is de lipkleur. Die laat je even indrogen. En dan gebruik je de topcoat eroverheen en wordt die weer flexibel. Wacht wel even totdat die is opgedroogd en dan ga je stap 2 de topcoat eroverheen aanbrengen. Julia? Ja? Het is tijd voor de spiegel. Jeetje, heel mooi. Toch? Ja, voel je je straks ook echt helemaal klaar om daar als een idool heel Nederland weg te blazen? Ja. Met deze look, want dat moet je natuurlijk doen. Ja, nee, ik heb er zin in. Nou, wifi, succes. Maak ze gek. Zet hem op, hè. Thank you.